Hallo daar. Welkom bij de... Oh, even dit wat zachter zetten trouwens. Zo. Oh. Niet alles afsluiten. Zo, ja. Yes. Zo, even wat zachter. Dit zou wel prima moeten zijn waarschijnlijk, ja. Nou, welkom bij de Nintendo Direct reactiestream. We gaan lekker reageren op de Nintendo Direct. Nintendo Direct van vandaag. Die is pas om 11 uur, maar we starten alvast om gezellig te doen. En shit. Ik zal wel even checken of het geluid goed is trouwens. Of zeg maar de. Of je de YouTube video zou horen en mij tegelijkertijd. Eens even luisteren. Dit is wel prima. Op zich, dit is wel dikke prima. Wat zeg ik daar? Jo, join nu. Wat mooi. Maar ten eerste gaan we eventjes een lijstje maken met wat we verwachten. Is iemand aan het kijken überhaupt? Nee, op het moment niet. Hallo. Goedendag. Een hele goede dag. Of goede avond, kut. Ik ben lekker aan het beginnen met een lijstje van de verwachtingen en wat we hopen. Ah, mooi, dus mooi, mooi. Ja, zeker. Dus wat we zouden willen, maar en ook wat we daadwerkelijk verwachten. Ja, dat... Ja. Moet naar. Ja. Er staat een hoge druk, hè. Zeker. Creëren. Wat dan? Je bent al live, toch? Ik ben zeker al live, ja. Oh, yo, mens. Yo. Oké. Trek even een lijntje. Waar moet het ook alweer? Hey, daar. Oh ja, dat zou ik de stream ook even erbij pakken. Wat ziek. Oké. Oh my god, ik ben echt hyped, hè. Oh. Wie niet? Ja, trek hier even een lijntje tussen. Het heeft een mooi jaar mogen duren. Zeker. Voeg Fionix Ride for Smash toe. Waarom moet ik hem toevoegen? Op Discord, of waar bedoel je? Een gewier. Zegt Little Toad in de chat. Ik weet niet wat hij bedoelt. Oh. Nou. Doen we... Met Doekoebeer inloggen. Sick. Ja. De enige echte Doekoebeer. Ja. Allemaal abonneren. Ja. Nou is de echte Total Drama content. Oké. Verwachtingen. Oké, ik kan er niet tegen om het in dit standaard lettertype te hebben, dus we gaan eventjes naar het lettertype wat ik praktisch niet altijd gebruik. Yeah, oh, Phoenix Wright. Oh, dat, of, dat we gaan, of we gaan naar deze. Dit is wel game-achtig. Zo'n mooi gamer lettertype. Een echte gamer. Dan kopiëren we deze even, want ik heb geen zin om weer iemand het lettertype op te gaan zoeken. Nou, verwachtingen en... Hoop. En hoop. Hoop voor dit. Dus links is wat we daadwerkelijk denken wat Nintendo gaat doen. En rechts is wat een ideale wereld zou zijn. Ja. Nou. Links gok ik sowieso een Zelda remake. Of een Zelda collectie, iets van een Zelda 3D All-Stars. Ik denk wel iets van een Zelda 3D All-Stars, en zoals bij de Mario hebben gedaan. Ik denk zoiets. Ja, ik denk, het zou wel kunnen. Zelda Collection. Ik zoek even een fotootje ervan op. En dan plak ik die daarbij. Yeah, sure, dit is prima. Geef ons
Misschien Mario Odyssey 2. Het klinkt iets het te ver. Kan. Het kan. Wacht, hoe lang geleden was Mario Odyssey in 2017, toch? Ja, maar dat is echt al drie jaar geleden. Dat is 3 jaar geleden. En Mario Galaxy, wanneer kwam die uit? Ja, daar zat ook 3 jaar tussen. Dus dat zou kunnen. Ja, daarom. Is het normaal gesproken tussen een helemaal nieuwe Mario game en zo, zit er 5 jaar of zo tussen? Als je zeg maar een sprong hebt tussen consoles. Maar Mario Galaxy 1 en 2 is al 3 jaar tussen. En dat is gewoon van dezelfde game engine. Ja, dezelfde engine kun je weer gebruiken. Dus. Mm-hmm. Maar als al die assets. Ik denk het wel. Ik heb ook het idee dat we misschien een nieuwe Mario Party krijgen, omdat Nintendo houdt van Mario Parties maken. Ja. Maar ik weet het niet zeker, dat is ook een beetje ver gezocht misschien. Wacht, Super Mario Party, de nieuwe natuurlijk. Super Mario Party 2018. Dat kan, dat kan. Ze releasen die dingen wel echt onder seconden, ja? Ja, precies. Wacht, we gooien hem er even bij. Oh boy, oh boy, dat boy. Nee, dat zijn gewoon, dat is shit die ik heel graag wil, maar ik weet het niet. Ik denk dat ze wel iets gaan zeggen over Breath of the Wild 2. Sowieso, dat moet haast wel. Oh ja, en natuurlijk Smash DLC Fighter moet je erin doen. Die is sowieso al geconfirmed dat ze dat gaan doen. Ze zeggen niet welke, maar het is wel gezegd dat ze wat gaan doen. Ja. Sorry voor de ASMR. Oh, hoor niet eens wat. Oh. Ja, dit vind ik wel een mooie. Oh, god. Misschien ook nieuwe Mario Kart content, dat zou ook kunnen. Of überhaupt een nieuwe Mario Kart. Denk je dat ze... Dat hebben ze nog nooit gedaan, gewoon twee Mario Kart. Twee verschillende Mario Kart. Nee, ik bedoel gewoon Mario Kart 9. Het zou kunnen, maar ik zou het... Wanneer kwam Mario Kart 8 uit, de originele? 2014 of zo. Daarom. 15? Dat is echt wel heel lang geleden hier. Mario Kart... Nee, ik zie het nog wel gebeuren. Ik zou het echt heel vet vinden, jongen. Oh, ze hebben wel de telefoonversie die ze kunnen zien als een nieuwe game, maar... Nee, dat is gewoon spin-off, toch? Ja, het is ook een spin-off, maar in Nintendo's ogen hakt het geld. En is het toch een soort van Mario Kart. Die game is gewoon niet leuk. Nee. En mijn hoop... Dit gaat sowieso niet gebeuren, maar mijn hoop is een nieuwe Mario Luigi natuurlijk. Oh, of course, of course. Dat kan je me vergeten, joh. Dat is mijn hoop, maar ik weet sowieso dat het niet gaat gebeuren. Ja, dat bedrijf is failliet. Alpha Dream is dood, maar ja, Nintendo heeft wel gewoon de rechten van Mario. En het is letterlijk Mario en Luigi. Het is niet maar meer. Ik hoop niet dat Nintendo dat zelf... Die een nieuwe Mario & Luigi heeft gemaakt. Ja, ja. Naar mijn mening doen ze dat het beter als een ander bedrijf hen helpt. Als een buitensource, ja. Die is wat creatiever meestal. Klopt, klopt. Ja, daarom. Misschien iets over Pokémon, dat zou ik nog kunnen. Pokémon Snap. Oh ja. Remakes. En de Johto remakes, ja. Ja, ja. Maar is dat confirmed? Is dat echt? Pokémon Snap is wel confirmed, maar de Johto remakes niet. Maar ik denk wel dat ze hier wat over gaan zeggen, ja. En als ze hier niks over zeggen, dan komt er gewoon een pure Pokémon Direct. Oh ja. Net zoals ze wel eens eerder hebben gedaan. Voeg Phoenix Wright voor Smash toe in de prediction list. Oh, zo bedoel je. Phoenix Wright. Maar ik ben bang dat het een Pokémon gaat worden, man. Het is wel... ik denk niet dat deze kerel in Smash komt. Nah, het kan wel, maar... Nadat Steve erin kwam, kan alles. Ja, oké, maar wat... Ja. Maar ik weet hoe deze games werken. Hij heeft nog niet bepaald aanvallen ideeën. Nee, I know. Maar ja, ze bedenken vast wel iets. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik heb Fortnite. Nee. Oh. Dan ga ik Sakurai echt gewoon schenken. Dan gaan we naar zijn huis toe. En dan zeggen we, Mr. Sakurai, we do not want this. Ik stop hem bij de hoop. Want ik geef weinig kans.
Ja. Oh, hoop, mensen... ook Super Mario Odyssey 2 dus. Oh ja. Mensen zeggen hier in de chat van die direct, Splatoon 3, maar dat zie ik echt niet. Kan, maar... Ik denk het echt niet, dat... Nee, dat gaat wel. Nee. Nee. Dat is te vroeg. Wanneer release Splatoon 2 ook bij de... ...2017. Oh, en de Johto remakes. Mijn god, ja, laat maar. Er zit letterlijk 1 jaar... Nee, er zit 2 jaar tussen deel 1 en 2. Dat is echt... Wow. Ja, dat kwam ook omdat de Wii U doodging. Ja. Dus het heeft niet per se met de games te maken. Nee, oké. Okay. Ja, staat ook... Daar hebben ze wel dezelfde engine redelijk voor kunnen gebruiken, toch? Of niet? Een Infinity Train en een Gumball film. Dat zegt The World of Amphibia in de Lekker Gamer Chat. Deze dag is geweldig. Nintendo Direct en de aankondigingen van seizoen 4 van Infinity Train en een Gumball film. Bedoelt hij dan de wonderlijke wereld van Gumball? Ik denk het wel. Oh, vergeet niet, Total Drama komt terug. En Total Drama komt terug. Gast, jongen. Oh. Ja. Het ligt er wel aan hoe safe ze gaan spelen. Yeah, yo, hype! Echt... Zeker, Boomwans. Zeker weten. Ik ga nog heel even luisteren op mijn telefoon hoe het geluid is. Of ik niet veel te zacht of te hard ben. Ja, ik heb op mijn iPad heb ik die... Ik ga heel even luisteren op mijn telefoon hoe het geluid is. Of ik niet veel te zacht of te hard ben. Kug. Wacht, waar wordt dat gezegd? Oké. Okay. Dit is wel prima. Oké, okay, heel even wachten nog. Nu hoor ik je weer. Hallo. Yo. Nu hoor ik je weer. Oeh. 8 minuten. Oeh. Oké, wat hebben we nog meer verwachtingen of hoop? Wacht even, ik pak even alle franchise erbij. Misschien hebben we er meer aan. Ja, misschien informatie over Metroid Prime 4? Op zich. Want Metroid heeft ook de anniversary binnenkort. Ja, alleen... Het werd in 2017 geannounced. En toen in 2019, geloof ik, toen zijn ze opnieuw... Gedeconfirmed. Nee, in 2019 hebben ze besloten de game opnieuw te maken. Want ze waren niet tevreden met hoe het ging. Ja. Dus misschien informatie. Ja, het zou kunnen, geen idee. Zeker. Oké. In één keer Mario Galaxy 3. Nee. Smash Bros, Pikmin, Pokémon, Super Mario, Animal Crossing. Gebeurt daar nog wat mee? Misschien announcen ze daar wel wat updates voor. Ik zie het nog wel gebeuren, want die updates nog best wel vaak. Sowieso misschien een update of zo. Trouwens, misschien komt er wel weer gewoon een 2D Mario spel, dat kan ook. Dat kan zeker, want er is nog geen originele Switch 2D geweest. Dus alleen maar de port. Ze hebben die Wii U. Nieuwe soep. Ik zie gewoon meteen nieuw Super Mario als ik nieuw soep opzoek. Nee, nieuwe Super Mario Bros. Switch. Oh nee. Doe gewoon een plaatje van Super in. Mario in de soep. Plak dat er maar gewoon in. Op zich. Ik denk dat mensen het wel snappen. Mario in de soep. Let's go. Let's go. Animal Crossing hoeft niet. Die tijd is over bij mij. Echt? Oh, ik wil het juist net. Ik wil het nog gaan kopen. Oh, ik heb het al een tijdje liggen. Ik word lijp als ze met Let's Go Johto komen. Ik zie ook net iets met verwachtingen van Pokémon, maar je facecam staat ervoor. Oh, hold up. Nu staat mijn facecam overal voor. Get memed. Dacht je dat ik je ging helpen?
Grapje. Oh. Je moet wel iets. Je moet wel fans doen. Oh nee, nee, dat is goed. Ja, ik zie het nu gewoon goed, dus ik denk de rest ook. Ah, oké. Okay. Ja, kutzooi. 6 minuten. Nog 6 hele minuten. Dus chat, hoe gaat het ermee? Hebben jullie een beetje leuke tijd? Ja, chat, leven jullie nog tijdens corona? Oeh, snap. Ja, dat is genieten. Dat is zeker genieten. Weet je wat minder genieten is? Mij in fullcam zien, dus laten we eerst... Oh, jij dan. Ah, nee, je bent best... Gewoon flexen. Weet je wat, ik open alvast even die Nintendo stream. Voordat ze weer allemaal dingen gaan announcen. Voordat ze officieel beginnen, dan ik zie ik ze nog wel doen. Ik heb nu ook mijn iPad erbij, dus als ik hype ga doen voor Galaxy 3 of zo, dan weet hij het ook. Galaxy 3? Nee, ja. Kijk, ja, kijk wat ik aan heb! Ik wil dat, hè, maar ik zie het niet. Ik wil het bij, ik gooi het bij hoop. Nee, niet Nintendo Galaxy, Mario Galaxy 3. Ik gooi het bij hoop. Ik weet dat niet gaat gebeuren, maar ik gooi het bij hoop. Ja, dat lijkt me te onlogisch. Of ze gaan Mario Galaxy 2 remaken, want die zat niet in de All-Stars. Ja. Die kunnen ze nog remaken. Of ze voegen hem gewoon toe of zo, dat zou kunnen. Primeurtje, je hoort het hier als eerst, mensen. Ja, Nintendo Direct is nooit beter geworden dan verwacht, maar het blijft een genietmoment. Okay, ja, daar ben ik het helaas wel mee eens. Zo. Ik heb soms zitten kijken van, nou, dat boeit me dus echt helemaal niks. Oh ja, same. Ja. Wij hebben nu wel echt hele grote dingen. Dit zijn de dingen. En we moeten even kijken hoeveel hiervan waar is en hoeveel niet. Aan het einde. Allerminstens 2, alsjeblieft. Ik denk sowieso dat een van die zelden wel waar is. Of de... All-Stars of de... Deel 2. Sowieso een van die twee moet wel gebeuren in deze direct. Ja, denk ik ook. Ja, en sowieso... Nou ja, dat Smash karakter sowieso, maar als het nou serieus Phoenix Wright wordt, hè? Oh. Ik denk zelf iemand of van Zelda of van Pokémon. Want ze zijn allebei in de anniversary nu. Dat zie ik ook nu al gebeuren. Oké. Over 3 minuten begint de stream. Ik ga hem even lekker openen. Zal ik de Nederlandse opzetten? De Engelse. Ik zet de Nederlandse op. Ik ben bang dat de Nederlandse gewoon shit skipt of gewoon niet gaat zeggen. Nee. Ik heb wel eens in Nederlands gekeken. Het is gewoon precies hetzelfde filmpje. Ook gewoon Engels gesproken. Alleen er is Nederlandse ondertiteling bij. Ja, oké. Zo. Oh, wat scheid is dit? Wow. Wat is dit voor laadscherm? Wat is de normale? De normale is toch gewoon... Huh, loop ik achter? Fuck. Nee! Ja, ik heb die. Ik heb deze nu. Ik ga gewoon de Engelse kijken. Ja, prima joh. Ja, zo weten. Ja. Kijk, als het laatste helemaal beter is, dan gaan we gewoon lekker de Engelse kijken. Dat kan ik ook nog wel maken, wat ze net was. Nou, dit zijn dus de verwachtingen. Ik zal nog even op groot beeld zetten. Hype! Ze zijn allemaal hyped. Snaps openen. Hype! Oké. It's the final countdown. It's the final countdown. Oh wow, ik had een Mario playlist opstaan. En nu is ook gewoon daadwerkelijk dat level bijna voorbij is muziekje gestart. Oh mijn god. Oh ja, wacht, je streamt. Ja. Ja. Ja, ik heb hem even uit. Ja, je moet ook gewoon
normale direct kijken straks, want dan zien we tegelijk. Ja, klopt, dat doe ik nu ook. Nee, ik denk niet dat ze na All-Stars nog met Galaxy shit komen. Nou ja, nee, ze hebben Galaxy 2 nog niet nog niks mee gedaan. Ze kunnen hem ook gewoon helemaal remaken. Gewoon met de Odyssey-stijl ofzo. Ja. Nee, beter wordt niet weer een Sword Fighter. Ja, ik bedoel, ik vond Sephiroth, die vond ik nog best wel sick, maar ik hoef nu niet nog één. Als Nintendo iets niet is, is het voorspelbaar. Klopt, ze kwamen met een 2DS XL aan zet toen de Switch dood ging. Oh, let's go! Oké, let's go. Ja, bij jou, jij kijkt nu ook al, Marta. Ik kijk nu ook, ja. Oh, jongens. Oh, dit is zo lang geleden. Ja. Holy shit. Oh. Wat? Wat ook. Oh. Waar beginnen we mee? Ik zie wolkies. Wacht even hoor. Ik zie ook wolkies. Wat was dit? Oh, dit is dat Monster Hunter of iets. Nee, hoe heet het nou? En met die Rex guy. One day, oh. Just disappeared. Oh, ja, ik weet het volgens mij. Het is geen Monster Hunter, maar het deed iets anders. Ja, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar ik heb letterlijk ook geen idee meer hoe het heet. Ik heb het wel eens eerder gezien, zeg maar. Ik ook. Weet je wat ze ook moeten doen? Nee, dat weet ik niet. Skylanders, gast. Dan heb je hem echt lijp. Gozer. Je moet kijken wat daar staat. Ik dacht dat is een Skylanders. Wat? Toen de direct opende. Oh. Ze moeten Skylanders weer echt een keer terugbrengen. Ja, man. Ja, maar of gewoon een collectie van alle games in één. Oh ja. Niemand heeft zin om weer 10 euro te betalen voor elk poppetje. Nee, zeker niet. Maar ik heb ze al staan. Ja, ik heb letterlijk 11 pakken van Giants. Ik mis het. Kerel, ik heb hier een kast staan met 1, 2, 3, 4 rijen aan Skylanders. Oh god, hier wil je foto. Oh, Pyra! Wat? Pyra joint smash. Ik had niet eens door. Ik had ook niet door dat een smash. Nee. Ik had niet door dat dit een smash intro was. Nee, hey, wat? Ik ook niet. Oké. Dat was random. Oké. Ja, wie is dit eigenlijk? Ja, dit is de partner uit die game of zo die dit erbij is. Mensen die het spelen zullen dit vet vinden, maar ik niet. Ja, ze ziet er wel cool uit. Ze heeft vast wel coole moves, maar ik ken haar niet. Talk about a tight spot. Mithra? Maar is het nou een... God, ik ben confused. Ik dacht dit ging over een nieuwe game van die serie of zo. Ja, ik ook. In één keer Smash, wat? Ik was al helemaal niet meer geïnteresseerd, ik let er niet meer op. En toen ineens Smash. Ik heb met jou gepraat, ik zit een beetje... En toen ineens Smash. Kijk wat ik stuurde net. Wat ik niet wou dat het werd. Plot twist, in één keer worden nu 3 karakters geannounced en is de pass klaar. Beter wordt de Smash karakter niet weer zo'n saaie Sword Fighter. Gewoon een OG Nintendo karakter zoals Banjo-Kazooie. En dan krijg je dit. Echt een zwaard. Het is precies wat je niet wilde. Nou ja. Het eerste wat je zei en je wens wordt gewoon gelijk. Het is beter dan een Fire Emblem karakter dit, want het is daadwerkelijk van een Nintendo game dat niet Fire Emblem is, maar... Ja, ik was zo bang dat we weer Fire Emblem doen. Sorry, nee. Naar de mensen die dit leuk vinden, maar ik... Nee. Ik vind het niet leuk. Wat is dit? Ik weet oprecht wat dit is. Wat is dit? Oh, dit heet Xenoblade... Dit heet Xenoblade. Ze zit in die game met Shulk. Ja. Oh, dat is het. Ik zat serieus even te denken Legend of Zelda, maar dat klopt ook niet. Ik wil een beetje die artstijl, ja. Ja, precies, vandaar. Oké, maar ik zet wel een coole character design. En ook iets heel prominents daarboven. Ja, maar zo'n ik wel.
I know. Dat is een tweede outfit zeker, maar ja. Dit maakt me gewoon bijna agressief. Ik zou Jorn niet mee zo zijn. Ja. Dan moeten we hem even met Steve doen. Gino ja, Bert Chronicles 2. Steffi Roth vind ik ook wel vet. Ja, maar ik heb niet echt een verbindenis met hem. Nee, snap ik. Ja, ik ook niet echt. Hij is gewoon coole zwaard, man. Ja, dat zeker. Last year, it's been a while. Yes. Ja, dat klopt. Mini presentations. However, we haven't been able to present a Nintendo Direct in this style for some time. Klopt. Gewoon iets van onze lijst. I'm happy to share this Nintendo. Dit maakt me gewoon bijna agressief. Ja, ik snap je, man, maar ik vind hem niet. Kijk, het had ook Shrek kunnen zijn. Oh nee, wacht, het is geweldig. We appreciate your continued support. Shrek had mooi geweest. Shrek! Oh my god. Okay. Ik wil Shrek tegen Mario, de Ultimate Battle. Shrek tegen Sans, tegen Steve, tegen Mario. Ultimate game. Op zich. Dag gewoon, no. They originally appeared in the ja. Chronicles series. Fire maakt mij niet zo heel veel uit. Please look forward to seeing ja, their moveset in Super Smash Brothers. Maar ik snap wel dat ze hem doen, want ze willen die game series ook weer promoten. Ja, precies. Alright. Omdat tussen mensen zoals wij bestaan die game echt gewoon niet interessant vinden. Oh nee. Oh, wat doet hij nu? Zie je dit? Ja, ik zie Fall Guys. Maar gaat het, maar gaat het nog over Smash of? Nee. Ja, nee, oké, dat is mooi. Tenminste, nee toch? Alsjeblieft. Ik hoop het niet. Maar volgens mij komt het gewoon naar Switch. Ja, het is gewoon Fall Guys voor de Switch, man. Ja, maar Fall Guys is wel keihard dood. Ze zijn nu veel te laat mee. Ja. Jongens, dit kan niet. Is dit? Ik lees die chat van die stream. Disappointed. Ja, gast. Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to the Nintendo. Why? Summer 2020. Gast, dat komt pas in de zomer. This game is so dead, Omeko Lulu. Maar het komt pas in de zomer. Dan is het echt wel helemaal kapot. Dit is waarschijnlijk een indie game of zo. Venture into the vast reaches of space. Ja, the secrets left behind. Denk ik het. Zo ziet het eruit in ieder geval. Maar waarom release je Fall Guys in de zomer, jongens? Dan is het gewoon echt al lang uitgestorven. Ja, het is nu al uitgestorven. Oprecht een jaar te laat. Het is al dood. Besef dan. Wat doe je nou? Dan doe je de Nintendo. Ja. By repeating these ja, echt veel salade, ja, klopt. Gradually unravel the mysteries hidden in the universe. Ja, dit kan gewoon niet, dit is bijna truth eigenlijk. What messages will you destroy? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar waar gaat dit over? Endless time loop. Outer Wilds? Ja, oké. Dat ziet er wel cool uit. Dat ziet er wel vet uit, alleen ik sta niet echt het doel. Murder Mystery Games? In two classic murder mystery games. Tot nu toe gaat het niet zo goed met onze voorspellingen. Nee, hoor. Zeker niet. Ja, maar ja, ze gooien ook niet echt Nintendo shit op dit moment. Nintendo history. Dus meer indies en andere bedrijven. Direct duurt meestal een half uur, toch? Dus we hebben nog wel. Deze Direct duurt 50 minuten. Echt? Ja. Zo. Ik heb morgen kwart over 8 online les. Let's go. Yes. Moet jij ook echt naar school of online? Ik heb online. Ik had vandaag op school. Chill. Oh ja, zo met een zweetje toch? Zeker. Lekker man. But that's not the only case to crack. Is dat zo? Dit is dus niks voor mij. Gewoon niet, sorry. Ja, maar er zit altijd wel shit bij wat waar je nog nooit van gehoord hebt, na de direct, er ook niets meer van zult horen. En nee, dat klopt. Dat is dit. dat is wat hier op dit moment gaande is. Ja, en ik denk dat die Outer Wilds ding ook is. Sorry. Outer Wilds kan wel geinig zijn, maar voor één keertje. Dat wordt misschien wel zo'n Among Us trend ding. Het is niet online. Ah nee, maar ja, misschien zo'n leuke singleplayer game. Het zou gewoon zo'n ding zijn wat sommige streamers één keer spelen en daarna vergeten. Ja, zo moet het. Ja. Oh, gewoon twee versies. Ze gaan de Pokémon goed op.
Ja. A new age of battles begins. Stiekem is het gewoon gemaakt door Pokémon. Ja, hoe ga je van schattige monstertjes naar dat, hè? Ja. Grote sprong. Wat is dit dan? Nobunga Udo. Wagabundo. Boogaboogaboo. Wat doen we door? Nee. Ja, ik heb geen idee waar ik heb hier geen interesse in. Nu maar kijk, ze moeten ook heel veel van deze ja. Veel shit hebben. Dan is hun eigen ding veel spannender. Precies, ze zitten nu gewoon dit op te hopen totdat in één keer... Wauw, kijk, Mario Kart 9 bijvoorbeeld. Dit is nog zo'n game, dat klopt. Dat is gewoon eerst, ja, wat jij zei, ze gaan eerst gewoon even flexen met kijk wat voor games er allemaal komen. Dan boom, dit zijn onze IP's. We zijn die bedrijven ook weer blij. Oh, we zitten in Nintendo Stream. Yay! Yay. Nu gaan we stoms maken. Oh, wacht, niemand boeit er met. Oh, oeh, pixel art. Toch? Ja, yeah, soort van. Ik herken dit ergens van. Legend of Mana. Oké. Of lijkt het... Nee, het lijkt nu erg ergens op. Ja, heel veel van dit soort games lijken soms wel erg op elkaar. Dit ziet er wel geinig uit. Is empty. Van die art style. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons. Zijn speciale voorwerpen. Artefacten. Is dat niet precies hetzelfde? It's up to you on when and where. Nee, zijn speciale voorwerpen. Het is met één woord. Ja. Het zijn totaal verschillende. Kom op. Square off against fearsome monsters. Bro. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version. Okay, okay. You can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off the new mini game, maar bestaat dit al zo? Oh nee. Ik denk dat het een remake is van de oude game. Legend of Mana will launch. Oh ja, dat is dus van Square Enix. Ja, klopt. Dat hebben ze zelfs vaker gedaan, zo'n game remake. Wat is dit dan weer? Het ziet er wel spannender uit. Oh, is dat niet die draak van Smash? daar is Pac-Man toch geboren, Capcom, ja. Wel. Die draak ligt op de draak van Smash. En ik weet dat die draak van Smash niet uit Smash komt, maar ik noem het de draak van Smash. Want dan weet iedereen wat ik bedoel. Wat doe je, Ridley? Nee, de paasgevecht. Oh, wacht, dus ik heb denk ik die map met de... Dat draaiende ding. Dit ziet er best wel cool uit. Het ziet er wel vet uit, ja. Niet dat ik het ga kopen, maar het ziet er wel vet uit. Precies. Ik ga het niet kopen, maar het ziet er wel mooi uit. Zit hij op zijn hoofd? Elder. Mooi elfenoortje. Nice. Gekke koepel hoor. Wat een game. Allemaal. Ik moet dit onmiddellijk kopen. Die drang heb ik nog niet bepaald. Wat een grapje. Oh. Oké. Actie, spanning. Nee, kun je niet verliezen, hè? Moet je eens opletten. Bim, dood. Heeft hij nou een wielzwaard? Waar? I don't know. Ik ga het toch niet kopen. Ik weet niet wat het is. Maar het is alle vormen van gaar. Alle vormen van gaar, oké. Ja. Dit is Monster Hunter. Is dit Monster? Oh. Ja. Oh. Nee, dit is... Dit is een andere game met eenzelfde naam, denk ik, toch? Het ziet er zo anders uit. Of word ik nog gek? Ik volg het niet meer. De Calamity?
Die doet me terugdenken aan een andere game. Oh. Ja, ja, oh echt? Legend of Zelda, Age of Calamity. Oh. Op zich. Controle ziet er wel vet uit. Pak je die nieuwe Pro Controller van Switch. Ja. Dat is wel cool. How will our heroes fare against these ferocious monsters? Ja, ik heb alleen dus. Nah. Ja, ik heb ook meer dan zat. Eén. In the Monster Hunter series, launching March 26th. Please take a look at this. Please take a look at this. Oh nee. Mario Golf. We hebben niet geraakt een Mario Sport game. Mario Golf. Oh. Mario Golf. Wat is dit nou, jongens? Dit is dit zijn mijn minst favoriete Mario games, hè? Ik ga het ook niet eens kopen. Ja, maar moet ik nou met Mario Golf? Is die nou precies dezelfde hoedje en zo als bij Aces? Past ik wel net. Ja, Bowser ook. Dat pakje heb ik. Dit is gewoon Aces, maar dan Golf. Hey, hij heeft wel een beetje rookie, dat is nieuw. Dit is gewoon. Dit zijn gewoon de sprites van Aces, maar dan andere kleurtjes. Ja, precies, dat Bowser pakje, die heb ik geunlocked. Maar ook de andere. Karakters. Ze zien er precies hetzelfde uit. Lekker, motion controls bij drift, yeah. Yo. Ik ga dat niet halen. Ik vind dit een beetje jammer eigenlijk. Maar bij iedere game hebben ze het ook weer wat aangepast, dat het nieuw is en zo. Bij Wat is dit? Speed golf? Wat is dit? We gaan golf speedrunnen. It's always your turn. Everyone It's always your turn. Het ziet er nice uit, don't get me wrong, maar... Ja, voor een golfgame ziet het er nice uit, maar überhaupt golven als een concept voor een Mario game is geen leuk concept. Nee, nee. Waarom hebben ze niet Mario Super Strikers teruggebracht? Ja! Ja, jongen, dan kijk, echt... als je zo gaaf... Oh, wat? As a me character, you'll start out as a rookie and develop your verhaal. Een verhaalmodus in een golfgame. Echt? Ze proberen er wel heel wat van te maken. Oh nee, Bowser wil de wereld overnemen met de kracht van golf. Hoe gaan we dit doen, jongens? Hoe gaan we dit doen? Dat klinkt echt heel retarded, nee. De kracht van golf. Je kan wel pre-orderen. Oké, Nintendo, het is mooi. Ik vind het wel geil. Het is weer mooi geweest. Ja, I don't know, man. Ja, kijk. Ik vind golven, het is wel grappig, maar je moet het erbij extra doen. Je moet het niet als puur het concept van de game hebben, je moet het er extra bij doen. Ja, precies. Het is grappig voor een extra modusje, maar niet als een hele game. Nee, dat doe ik echt niet. Kijk, Mario Tennis kan ik dan nog begrijpen, daar kun je heel veel shit nog wel toevoegen. Kijk, bij zo'n e-sports ding bijvoorbeeld, als je daar ook gewoon een golfmodus hebt, dat is schijnig. Maar je moet er niet de hele game maken. Nee, want ze hebben ook wel eens eerder een Mario Sports collectie gedaan. Dus dat moet je eigenlijk ook niet bij tennis doen, maar daar is nog iets te vergeven. Ja, je hebt tennis precies, dan kun je nog grappige minigames maken. Ja, bij golf ook, maar het is golf. Nee, bij golf niet. Ik weiger. Bij golf kan het niet. Alle atomen in mijn lichaam weigeren dit. Hey jongens, Mario Golf bestaat. Het heeft ook een story mode. Yay! Zei hij dat net? Ik om onze voorspellingen. Dit is jammer. Ja, we hebben nog echt 40 minuten. Wat is dit? Gast, dit ziet er een PlayStation 2 game. Wat is dit? Oh nee. Kerel. Het ziet eruit alsof het in de middag is gemaakt. Nou, ik had niks te doen, ik ging even een gamepje maken. moest je toch in de Nintendo Direct komen. Ja, ze hebben de Roblox Engine gebruikt. Dat leek het ook.
Wow. Travis touchdown versus assassins. Die Travis ken ik ergens van. Aliens have invaded Earth. Wat is dit dan weer? Is this even the right game? Anyway, het klinkt echt heel negatief, maar het gebeurt ook niet zo heel veel bijzonders. Ja, sorry, maar... Hoe lang hebben we nog? Dat is nog niet echt van waar. Oké, bij die Mario Golf was het misschien ook cool, maar... We hebben nog een half uur, nou Nintendo. Even deliveren. Drop die twee, of geef ons Mario Kart content. Maak ons trots. Maar wij vragen denk ik ook te veel, of is het wel terecht? Na een jaar mag ik dat wel vragen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Crazy tricks up their sleeves. Zoals jij al zei, als ze iets wouden release, hadden ze dat nu ook al eerder gereviewd. Mm-hmm. Ja, of ze doen gewoon letterlijk niks. Nee, grapje, love you, Nintendo. Oh ja, ze doen wel iets, alleen ze zijn heel onduidelijk in wat ze doen. Ja. You can kick. It all makes sense when No More Heroes 3 lands on the Switch. Or, no More Heroes. And then you will switch party on the video. Oké, okay, wat hebben jullie nu? Wat is dit dan weer, joh? Exterminate demons in heaven? In heaven? Heaven? We need assassins in heaven. Het is paradijs. Ja, ik zei het. Wat is dit dan weer? Oh god. Het ziet er gewoon uit als een hele slechte mod voor Call of Duty. Wij in deze stream de hele tijd, wat is dit nou weer? Ja, het is wel zo. Ik heb ook geen idee, man. Is dit zo'n soort... Hoe heet het? Hoe heet het spel? Overwatch type achter? Ja, het is gewoon een mod voor Overwatch. Oh. Be the best. Ik bedoel, de karakters zien er cool uit, maar dat is mijn mening dan. Yeah. Neon White. Ja, dat is Neon White. Ja, dat zie je goed. Je moet eigenlijk die presentator moet weer in beeld komen, want dan weet je dat je iets van Nintendo krijgt. Neon White, coming to Nintendo Switch, winter 2021. Check. Wat? Oh, god, ik dacht even dat het Head in Time was, want het meisje leek een beetje op. Ik dacht heel even Head in Time 2, maar nee. Het meisje leek er heel even op, maar nee. Helaas, want ik kon zo bij. This is Supergirl. She's super strong. Ja, nee, dit is geen Head in Time. maybe one day. Wonder Woman? Hebben ze hier gewoon daadwerkelijk de rechten voor gevraagd? Nee, dat is ook zo'n serie of zo. Op Disney, volgens mij. Ja, maar dat is zelfs toch van Disney, toch? Ja, klopt. Dus... Oh ja, wat zeg ik? Ja, hebben ze hier gewoon de rechten voor gekocht? Wat vet. Ik zie mezelf nog niet spelen. Ik ook niet. Wat is dit? Wat is het meer? Dit voelt gewoon als een hele rare mix tussen YouTubers live met die reacties en, ja. En iets wat een Head in Time wil voorstellen, maar niet echt lukt. Ik bedoel, ze lijken een beetje op, maar ja. Een beetje met de stijl. Oh, presentator guy, komt superhero, dit gaan echt alleen maar 12-jarige meisjes kopen. Het is ook zo'n game. Ik vind het gezicht van die Paddo wel leuk. Ja, dit is Plants vs. Zombies. Dit is Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ja, dat. Dat is wel sick. Oh, Battle for Neighborville. Dat is echt... Oh mijn god, de Complete Edition? Dat is wel vet. Niet? Dat is wel vet. Oh, dit is wel... Ik ben best wel fan van de originele games. Maar ik ook. Ik heb hem nog nooit gespeeld trouwens. Nee, ik heb ook nog nooit Garden Warfare gespeeld. Het leek me heel vet, maar ik heb nog nooit gespeeld. Misschien, Kick some grass offline. Het kan ook online natuurlijk. Ja. Kijk, kom even heen. Ja, kom maar, jongens. Ik ben zo'n broek. Op zich. Dit is wel gaaf. Dit is wel vet. Ja, dit is zeker wel. Dit is zeker Pogboomans. Dit is Poggers. Oh shit, ik zei het. Dat zit ik nog steeds maken. Ja, nee, die game wordt al lang niet meer gesupport, volgens mij. Ik
Ik weet wel dat zij gestopt met updaten, maar blijkbaar releasen ze het nu ook gewoon met de Switch. Ik vind het wel vet. Ik ga hem wel halen waarschijnlijk hoor. Is dit... Mythopia! Op een Switch? Oh. Wacht, is het een port? Oh, dat moet ik misschien hebben. Wacht, is het een port? Serieus? Nee. Is het een nieuwe game of is het een port? Die draait als een port, maar ik zou het niet weten. Als het een port is, ik heb de game al helaas. Ja, ja, het is maar wel een port, zag je niet bij het. Ja, het is de port. Het is een port, ja. I mean... Oh, ik heb nooit Mythopia. Hey, maar op zich... Dit betekent wel dat ze die Mii games door willen zetten. Dat vind ik wel vet. Oh, wat? Zo zijn je kan anime praktisch maken. Dit hadden we niet op de 3DS versie. Nee, ze hebben shit doen. Hè, om het even vers te houden. Kijk, ik moet wel zeggen, Mythopia is zeker een aanradertje. Ja, nou, ik wou het altijd wel kopen. Alleen op een gegeven moment was ik het gewoon vergeten. Maar kijk, nu is het op Switch, dus... Dit is wel een lekker spelletje. Dit is echt zo'n feel-good game, of niet? Mm-hmm. Dit lijkt me best wel leuk. Zo grappig. You can have a horse as an ally? Maar dit is toch niet €60, toch? Nintendo kennende wel. Ik denk het wel, maar... Wat? Paard? Waar komt dat paard vandaan? Dit zat niet in de 3DS-versie. Maar ik roep die bad guy nog wel gewoon. The Darkest Lord. Alles met Mii is te goed. Maar wat ik hier meer uithaal is, ze willen Mii games voortzetten. Oeh, dit is wel vet. Oeh, hey. Mario items in Horizon. De Animal Crossing update. Oh, die hebben we. Ja. Mm-hmm. Oh, dit is cool. Maar Mario themed items zijn altijd wel leuk. Oh, dat is ook bij de vorige, maar dit is wel echt meer. Dit is wel echt leuk. Holy. Ik ga het weer spelen. Ja, ik ga het kopen. Wat? Oh, je kan die warp fight. Yo, dat is wel vet. Dat is handig. Why not try recreating the Mushroom Kingdom? Well, I'm gonna try to recreate the Mushroom Kingdom. Nou, de Animal Crossing tijd heb ik achtergelaten. Dat had ik dus ook achter me gelaten, maar nu niet meer. Nee, maar het is gewoon zo'n game dat je elke dag even een half uurtje zo moet spelen. Mm-hmm. Lijkt mij, nou, weet ik veel wat je wil. Dit is wel vet. Ja, dit is best wel cool. Wat was hiervoor nou? Hiervoor was Mythopia. Maar wat ik meer uit die Mythopia haalde, is dat ze Mii games willen voortzetten. Dat is wel mooi. Games met Mies als hoofdkarakter. Dat vind ik wel mooi. Ja, klopt. Dat is wel cool. Ze gebruiken daadwerkelijk de Mii-optie bij de Switch. Ja, eigenlijk leuk, hè? Een coole update, maar alsnog, het is alleen decoratie. Dus het haalt me misschien over om één keer te openen. Ja, maar is er meer in Animal Crossing dan decoratie en kleren? Meer is er niet echt. Next, we have another game to show. Een surprise. Wat is de surprise? Wat had dit nou over? Ik heb het gemist. Ja, ik zei, we have some... Ja. Huh? Zelda? Ja. Ja. Dit is Zelda, gast. Ik speel het niet, maar ik ben blij voor je. Dit is Zelda. Jozo, wat is dit? Dit ziet er wel vet uit. Ja, ik zie al drie vlammetjes, 3D All-Stars. Ja, hoor. Dit is volgens mij geen Zelda, hoor. Echt niet? Nee. Nee, dit... Oh nee, dit is die andere game. Dit is die... Hoe heet dat nou? The Elder Scrolls. Nee. Ik weet niet wat het was, maar heel veel mensen waren hype voor, maar ik niet. Ja, oh, ze compleet op het verkeerde pad geleid. Het leek wel even op Zelda. Ja, nee, maar die gast ligt echt op Link en op Zelda. En die andere ook op Zelda. Die speel ook niet, maar ik voel wel altijd de hype bij Zelda. Zegt Bowmans. Ja, nee, ja, ik kan misschien wat kopen, maar het lijkt me niet echt een game voor mij. Maar ja, I don't know. Kan het proberen. Heb je Breath of the Wild al eens gespeeld? Nee, nog nooit. Die? Ik heb hiervoor ook nog geen één Zelda gespeeld, maar deze is heel anders dan de andere. Breath of the Wild. Ja, ik vind Breath of the Wild is wel een van mijn lievelingsgames van de Switch.
eventually ignited in the great conflict. Hij is zeker vet. Ik ging er ook helemaal blind in, nog nooit een Zelda gespeeld. Ja, ik weet, na echt 5 jaar weet ik ook nog steeds niks over die game. Dus ik kan het ook wel zeggen. Ja, iets van mij heeft het en die bood aan dat ik het mocht lenen. Dus. Kunnen we dat een keer doen. Ja. We kijken of je wat vindt. Ik vind het op zich wel een hele vette game. Maar ik heb na Breath of the Wild dan de vorige Zelda's gekocht. Een paar. Alleen die zijn heel anders. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar, is dat nou wel leuk dan? Of? Op zich wel geinig, maar ik vind Breath of the Wild 10 keer leuker. Want die is echt open wereld. Ja, die wereld is echt groot, toch? Ja. Jij bent ook wel hyped voor deel 2, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, hoor. Ja, dit boeit me echt vrij weinig. Ja, ik zit echt... Tot nu toe, wat ik het leukste vond, was die Animal Crossing update, want ik ga dat waarschijnlijk kopen. En Miitopia. Ja, klopt. Ja, Miitopia ga ik niet halen, want ik heb de 3DS versie al. En, nou ja, we weten nog niet heel veel, maar wat nou als er echt een hele nieuwe story mode is, misschien dan... Ja, maar wat ik tot nu toe heb gezien, voegen ze wel wat toe, maar niet echt 60 euro waardig. Nee, maar dat, is toch 30 euro of 40 marks? Ik denk dat ze het 60 maken. Alhoewel, de originele game kostte 40 euro volgens mij. Vanaf het begin al. Ja. Dat was met de meeste 3DS games. Of 30 toch? Of kostte ze ook wel 40? Voor mij 40 vanaf het begin. In en als die Nintendo Selects werd, werd die 20. Utility. Oh ja. Dat bestaat. Ja. Actively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story. Ja, mensen waren hier altijd heel hyped over, maar ik snapte nog nooit wat die mensen zo leuk aan was. Wat, deze game? Ja, dat was hier ook een deel 1 van en daar waren mensen ook heel hyped over. Ja, de setting is wel cool. Ik heb de demo gespeeld, maar ik vind het niet heel veel bijzonders. Ja, het ligt aan de prijs voor mij bij Miitopia. Ja. Dat heb ik ook. Op zich, ik raad Miitopia wel aan, het is wel een geinige game, maar als die 60 euro is, koop gewoon de 3DS versie. Ja, of dan koop je gewoon een Mario Kart of zo. Wacht even kijken, hoe duur is de 3DS versie? Ze zijn toch niks duurste leuks aan het doen. Miitopia. 26 euro bij Bol. Oh, ik heb echt 3 bonnen. Dan heb ik echt samen 40 euro. Nou, ik zou zeggen, Miitopia voor de 3DS als het 60 euro is. Die gaan eerst naar Animal Crossing. Ja. Ik moet die game echt hebben, hoor. Ja, I don't care. And in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. A survey. We look forward to hearing your responses on the demo. Dat is je game. Alsjeblieft, vertel ons. Look forward to future updates on this brand new tactical RPG from Square Enix. Headlines. Okay, let's see a few more Nintendo Switch headlines. Oh. I'm curious. Ik zie een Star Wars. Ik zie een Star Wars poppetje. Ja. Is dit Battlefront of zo? Of? Oh, waarom moet ik nou niet de Animal Crossing kopen? Ik ben wel benieuwd. Ja, het lijkt mij een leuke game. Het is ook zeker een leuke game. Star Wars Hunters, was dat een... Waarschijnlijk wel weer zo'n standaard Star Wars game. Star Wars Hunters is a competitive zijn we allemaal een beetje hetzelfde. Episode 6 en 7. Ik net zeggen, third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. Hallo? Raid Shadow Legends. Nee. Nee, dit is Knockout City interviews. Ik dacht echt dat een raid. Ik zag heel veel verschillende game personages wel daar. Wat is dat? Triple-bladed war axe, spear of misery, what is soul-devouring crossbow. A princess is supposed to love other people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. My line of Mario aan het mokken. Was in pasture. Flaming longsword. Oh, hoe durft hij? Ik ga kleppen. Pas op of ik dislike. Pas op of ik klep je. Ik weet waar hij woont. I'm gonna lead my team to victory
Oh, mooie animatie voor de trekke pixel sprite. Look, it's simple. Corgan want new weapon. In Knockout City, what? I'm like a kung fu master. Wat is dit dan? Achter iets. Wat is dit dan? Is dit nou een sportgame die zich voordoet als een 3D game? Dat doet mij denken aan zo'n soort Overwatch-achtig spel. Waarom past die stem echt niet bij die guy? What the fuck, ja, precies. Maar gast, waarom raad jij aan om nu geen anime costume te kopen? Ik ben niet vier. Kijk, anders doe ik het gewoon niet, hè. Ik zie wel. Ik raad er wel aan om de game te kopen. Dit is best wel leuk. Ik vind het wel geinig. Can we redesign our characters? Not a team if not wearing a uniform. Is dit nou gewoon zo'n game die puur vertrouwt op de IP's van anderen? Want het zijn allemaal game characters die niet van hun zijn. Op bij elkaar, ja. Knockout? Of nee, Oké, ik las dat niet. Knockout City. Oh. Ja, nee. Fight for survival starts now. Lijkt een beetje op van die Pokémon art. Ik wou net zeggen, ik wou zeggen van, is dat een Pokémon karakter? From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented. Je zit vast in een onderwaterpretpark, yo. The 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. Dat is echt een Pokémon karakter. Ja. The game is suddenly called off. Is het een story game? Ik heb het idee dat deze game echt 20 uur duurt. Everyone's vanished. Oh god, ik heb idee dat deze game ook gewoon 65 euro is. Oh nee, laat maar, hele world map. Is wel iets langer, denk ik. As you make your way back to Tokyo, you'll alternate between working solo. Ja, ik vond het leukst om met verschillende mensen te spelen, maar de hype is nu al weg, dus I don't know. Misschien komt het omdat ik het al genolived heb. Oh yeah. Ja. Dat ik met iedere game, als je het hebt genolived, is dat aan het niet echt meer iets te doen. Ik denk altijd van, die hype boeit niet. Kijk, dat het niet populair meer is, maakt mij niet uit, weet je. Hades. Maar ja, dat is, ik snap je wel. Ja, ik ga denk ik wel kopen. Game of the Year Awards is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the... Waar is Mario? De Nintendo shit is niet echt heel interessant. Nee, soms heb ik nog wel van, maar nu? Maar dit is het ook meestal niet. Known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. Ze hebben nog 10 minuten. Nou ja, 13. Mario Golf. De Miitopia is wel prima, alleen ik heb de game al gespeeld, dus ja. Daar heb ik zelf weinig aan, maar voor anderen is het wel heel vet. Ja. Oh, maar deadly action games. One masterful. Ik wil gewoon een game hebben die ik niet eerder gespeeld kan hebben. Dat gewoon een nieuwe game is. Precies. Ninja Gaiden Sigma 2. Maar ik verwacht misschien ook te veel, maar het is echt een heel jaar geweest. Coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. Ja. Ninja Gaiden. Ik stel ze hem altijd als ze de laatste 10 minuten aantikken. Ja, en 10 minuten kunnen ze op heel wat announcen, maar ja. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Heel later. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. Ik hoor het ook. Oh, dat ook. Hoor je mijn geluid ook of valt het om mij? Ik, dat valt om mij. Ik hoor niks, bij jou. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch in summer 2021. Ze moeten nog tenminste één goed ding geven en de Smash Character. Het Smash Character is al aangekomen. Oh ja. Wat? Deze game heb ik. Nieuw content? Meer content? Op zich?
Ik zie het gebeuren. Maar komen er dan alleen meer levels of ook meer story? Want de levels zelf zijn best wel standaard. Als een storymeister is het vet. Ja. Maar als ik nieuwe levels wil, kan ik ook gewoon de oude levels weer spelen, want die voelen dan ook nieuw aan. Er zijn zoveel. Ja. Maar wat bedoelen ze met more battles coming? Expansion pass. Oh, dat is wel vet. Denk ik. Nieuwe weapon. Hé, doe dat niet zo kort laten zien. Kom terug jij. Wat een lul. Ik wou zien wat ik was in de update. Maar nee, hij ging alweer door. Four heroes of light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the brave and default commands to emerge. Nou, weet je wat? Hier gaat sowieso niks gebeuren. Ik ga heel even terug naar die Age of Calamity wat daarna nieuw is. Ja, prima. Zeg maar als ze wat over Nintendo zeggen. Ik zoek nu ook shit over Total Drama op, joh. Oké. Okay. Purchase bonus. Dus gewoon als je het koopt, krijg je een nieuw wapen voor Link, een nieuw kostuum voor Link. Dat is geen 20 euro waar. Wave 1. Available June 2021. Meer karakters om als een speler. Meer wapentypes. Oké. Meer uitdagingen in de Royal Ancient Lab. Nieuwe vijanden. Oké. In de Wave 2. Nieuwe karakter Viginets. Nieuwe velden. Groter roster, dus meer karakters om als te spelen. Nieuwe battle skills voor bestaande karakters. Oh, dat is wel vet. Nieuwe aanvallen voor karakters die al bestaan. Oké. Remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse. Maar ze doen soms twee, klopt. Exhilarating battles. Ik hoop dat er nog een Smash karakter komt hier. For the protagonist Acellus. Saga Frontier Remastered is an adventure that has been missed. Wacht, the game launches April 15th. Oké, heel soms wel. Apex Legends is storming onto the Nintendo. Apex Legends rolt op. Free-to-play battle royale. Ga je hier nog de laatste 10 minuten mee vullen? Echt, rolt op. Jongens, doe maar iets nog van Nintendo. Doe nou niet. Jongens. Season 8 Mayhem Battle Pass. Nintendo, ik wil dat je even goed naar deze hoodie kijkt en even bestudeert wat er nou op staat. Zie die Luma? Die moet je terugbrengen. How's it going so far? There's still a little bit more to show you in today's. Take a look at this. Hij zegt het heel excited. Next. Please tell me. Ja, maar hij was ook heel excited over Monster Hunter, dus ik vertrouw deze man niet meer. Ja. Oh, hem vertrouw ik wel. Hij is van Zelda team. Producer of The Legend of Zelda series. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild game. Dit is slecht nieuws, hè? We don't have anything to share. Oh, ja. Wat een lol. Development is proceeding smoothly and we should be able to release new information this year. Wat een man. For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer. Please take a look. While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Mm-hmm. Please is het een Zelda All-Stars? Weten. Wat is dit? Dit is Skyward Sword. Is het Skyward Sword HD? Is het alleen Skyward Sword? Ik heb dus geen idee. Ja. Nice. Dit is gewoon een Wii game in HD. Okay. Oh, die game, dan moest je met een Wii remote. Mm-hmm. Ja, klopt. Ik hoop dat ze nu bij gaan zeggen dat er ook meerdere games bij gebundeld zijn, maar ik denk het niet. Nee, dat doen ze niet. What you've just seen is The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Het is een prima game waarschijnlijk, maar het gaat waarschijnlijk 60 euro kosten en ik vind het geen 60 euro waard. The Legend of Zelda. De direct is bijna voor please. Ik heb nog niet echt iets gehad waarvan ik dacht. Er zit een grote afklapper, jongens. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ze hebben nog 7 minuten.
And we've recreated the controls. Ja, ik heb het idee dat we nog 7 minuten hiervan krijgen. Gewoon nog 7 minuten. Kijk jongens, we hebben een Wii game beter gemaakt. Joy-Con controller in your right hand. Kijk jongens. Oh, nee. Jongens, de motion gimmick was leuk bij de Wii, maar nu is... Nee. Hij zit tijd te rekken, het klopt. Iedereen die dit gaat kopen, die wil waarschijnlijk niet met motion control spelen. Kijk, als ze deze game hadden gemaakt en hadden gemiddeld in een Zelda collectie, had ik het gehaald. Maar als het alleen deze game is, ook op. Ja, waarom is dit nou weer alleen... Waar is de Zelda collectie? Gast, games... ze hebben nog de Wind Waker HD, dat is een GameCube game en dan ook in HD. Die hebben ze nog van de Wii U liggen, die hadden ze ook gewoon erbij kunnen doen. Yeah, yeah, ze hebben ook Twilight Princess HD liggen. Dat is ook van de Wii. Oh. Dit nou? Die Zelda is toch echt bijna... Hoe oud al? 35? Ja, 35. Ja, ja. Oh. Net als Mario. Oh, die, oh. Die zijn best wel sick. Niet dat ze werken, maar ze zijn wel sick. Specially designed Joy-Con controllers. The right Joy-Con controller is themed after the Master Sword. Ja, nee, left features a Hylian shield motif. Drop even iets, jongens. The Legend of Zelda Skyward Sword is wel nice, maar the earliest story in the Legend of Zelda. De controllers nicer zijn dan de game, zeg dat. We hope that dit was het volgens mij, hoor. Game on Wii, and those playing it for the first minuten. Time will enjoy discovering the origins of the Legend of Zelda. Origins of the Legend of Zelda, ja. The Legend of Zelda Skyward Sword HD launches July 16th. Oké. Following this Nintendo Joy-Con Direct, pre-order maar doen ze het ook, dat is de vraag. Okay. And specially designed Joy-Con controllers will launch on the game's release date at your local retailers. Many of you may leuke controllers, maar ik ga geen 80 euro betalen voor dezelfde controllers met een printje eroverheen. En die kapot gaan. En die kapot gaan, binnen een week. Nee, dit was het. Hij is zo hard tijd aan het rekken. A stamina gauge that depleted as you scaled walls with vines or ran. Ja, maar ze kunnen nu nooit meer nog een Mario shit ding erop ofzo. Hij is tijd aan het rekken. Hadden we nog meer op de lijst? Hij is tijd aan het rekken. Please look forward to the Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ik zou er naar forward looken als je de andere twee er ook bij had gedaan. Dan was het de prijs waard. Dan waren ze 20 euro per stuk. Dat was prima geweest. The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. Ja. It includes intuitive motion controls and button controls by tilting the control sticks. Last one, hè? Okay, the next game will be our last announcement for today. Please take a look at this. Stel me niet teleur. Ja, ik... Oh nee, wat is dit? Wat is dit? Dit moet iets van Nintendo zijn. Oh, Splatoon? Is dit Splatoon? Nee, no... Dit is Splatoon. Dit is Splatoon. DLC? Ik zie een Salmon. Ik denk geen DLC, ik denk dat het een nieuwe game is. There is no way. Dit is een nieuwe game. Serieus? Dit is wel niet... Dit is een nieuwe game sowieso. Wat voor de oorlog die was geweest in de universe? De apocalypse. Little Buddy's Turn. Kun je je Salmon Mini customizen? Oh. Wat is dit? Dit is... Splatoon 3. There is no way dat er nu al Splatoon 3... Nee. Yo. Waar kijk ik naar? Is dat nou de Eiffeltoren naar... andersom? Ja. Op zich. Waarom zegt iemand PlayStation 1 graphics? Let's go. Nou, wat? Nee, ik vind het wel prima graphics. Ja, ik ook. Hey! Wat moet je doen in deze game? Wat? Trouwens, hoe is het die tentakels zo ge... Dat moet toch pijn doen, joh? Dat moet toch pijn doen? Wat dit is? Een show of meer. Ja. Huh. Is dit deel 3? Dit is geen DLC. Dit is deel 3. Serieus? Je moet ophouden. Nee. Dat doen ze niet.
Echt waar? Oh my god! Splatoon 3. Gast! Ik heb Splatoon 2 nog niet eens uitgespeeld. En nu mag ik weer opnieuw beginnen. Ik was level 50 of zo. Beter komt hier wel gratis online bij. Ja, maar... Dat is wel echt het grootste deel van deze game. Gans. Oh, arme Daan. Daan heeft al zijn geld uitgegeven aan hem toch geloof. No. En hij heeft ook afgelopen doen. Arme Daan. Ja, prima, maar gast, je ligt nu ineens de lat laag voor de rest van de presentatie. Ja, dat klopt. Wat is er dan? Oh, er is een 22. Oh, dat zegt Boomans. 2022. Ik dacht dat ze alleen maar games... ze zeiden aan het begin van de presentatie dat ze alleen maar games gingen announcen die aan het begin van het half jaar van 2021 worden gereleased. Ja, maar gast, dit, we kunnen nog 10 maanden wachten. 2022. Ze zeiden hiervoor dat ze alleen maar games gingen releasen voor het eerste half jaar van 2021. Waarom zouden we een shoot-game doen voor Switch? Splatoon is prima. Alleen dit is heel random wat nu wordt geannounced. Nee, maar ik had verwacht Splatoon 3, die nemen ze mee naar de volgende console, maar nu al? Thank you for watching. Oké. Nou, we gaan even terug naar de hopen, de verwachtingen. Kortom, Nintendo fucked up. Nintendo fucked up. Kijk hoe hooggevaar, niet eens iets over Pokémon. Nee, er komt waarschijnlijk een Pokémon direct. Of Hope hadden we ook nog. Oké, Hope, Mario, Luigi. Doei. Deze makker in Smash. Zelfs Metroid dacht het niet, vriend. Mario Galaxy 3, waarom zouden we de fans blij maken? Mario Odyssey 2, waarom zouden we daadwerkelijk Nintendo content leveren? Mario Galaxy 2 remake. Die game staat niet meer voor ons. Pokémon. Ja, nee, waarom zouden we Pokémon doen? Verkoopt toch wel. Ook al zeggen we het wel of niet, het verkoopt toch. Zelda 3D All-Stars. Doe het maar met één, dat is genoeg. Meer heb je niet nodig. We hadden ook een Kirby game kunnen doen, hè? Kirby is ook al... ja, dat is ook al. Mario Party. Nou, hier zie ik geen feestje, jongens. Smash Bros, ja. We hebben een Smash Bros karakter, maar het is meer als promotie voor een andere series. Kun je daar ook even geld aan uitgeven? Thanks. Breath of the Wild 2. Die game bestaat niet. Nooit over gehoord. Mario Kart. Neem gewoon genoegen met Tourmaat. Pokémon Snap. Volgens mij doen we geen Pokémon content. Doe Super Mario Bros. Waarom zouden we Mario content leveren op zijn verjaardag? Animal Crossing, dat hebben we wel gehad. Dat is de enige van de hele lijst. Ik zei minstens twee, we hebben er één. We hebben er één? Eén? Wat is dit nou? Dit. Wat is dit nou? Maar de drie dingen die ik leuk vond. Dat is die Animal Crossing update, en dat is een heel klein dingetje. Miitopia, dat is wel grappig. Miitopia is wel geinig, ja. Splatoon 3, daar kunnen we nog langer dan 10 maanden op wachten. Splatoon 3 hadden ze gewoon later moeten announcen. Dit is ook echt niet wat Nintendo vaak doet. Nintendo announced altijd hun games net voor de release date. Of een maandje of zo, of 2 maanden hoogstens. Altijd zo van, joh, hij komt volgende week al, of over een paar maanden, maar dit... Maar waarschijnlijk zaten ze gewoon zo droog met games, en zo weinig games, dat ze gewoon dit deden. Ja, maar dit is... En hebben ze waarschijnlijk level 1 af of zo. En dan liet ze dat zien. Ik snap dat het vervelend is voor een bedrijf, corona en zo, weet je. En dat is ook... Maar je zou toch zeggen dat ze nu wel hebben mee leren werken? Ja, maar gewacht. Je zou zeggen dat ze er na een jaar toch wel mee hebben leren werken. Nou, dat ze tenminste... Ze hebben ook wel wat, dat niet. Maar het zijn niet veel Nintendo-titels. Kortom, ja. Dromen zijn verbrijzeld. Ja, ook gewoon compleet. Eens even kijken wat er in de Nederlandse chat gebeurt.
Wat? Bij de Nintendo NL. Ik ga even... Livestream offline. Wat is dit nou weer? Dit meen je. Wacht, zal ik even de link naar deze Discord erin gooien trouwens? Daar zit echt Nintendo Squad. Doe gewoon. Ik doe het. Jongens, jongens, poch. Join voor Nintendo NL praatjes. Yes. Ik ga even Jorn shit sturen. Jorn. Jorn, kijk. Updates, Animal Crossing, dat vind je leuk. Mensen, dit was wel trash, ja. Niet zo trash als jouw leven. Zo, zo. Wat een haat. Dit was... Wat zegt zo, man? Even kijken. Hoezo? Wat een haat. Ik vond Zelda niet zo heel erg HD. Ogen, oké. Okay. Oh. Ik hoopte ook op iets met Mario Kart. Ja, shame, man. Zeg Jorn dat? Nee, maar dat zie ik in de live chat van die stream. My god, dat was echt... nee. Ik had veel meer verwacht. En wat vond jij van de Nintendo Direct? Ja. Zwaarmatig. Zwaar en zwaarmatig. Ja. Wat vond jij ervan als cup? Veel meer verwacht. Want we hadden Mario Golf met een verhaalmodus. Wat... Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja, ik kan het voor jou schijnen. Mario neemt... Bowser neemt de wereld over met de kracht van golf. Bowser gooit tegen iedereen een golfballetje aan. Ik ben schenken met een golfclub. Ik vond het prima, maar echt de helft was zijn partner dat ik dat klopt. En ook, ja, ze hebben heel erg tijd zitten rekken met die Zelda. Correct, jongens. Ze hebben heel erg tijd zitten rekken met die Zelda. Ja. Deze direct schijnde wel echt af van, ze hebben wel wat, maar niet genoeg. Nee, maar ook, het is een jaar geweest, hè. I mean, Mario Golf, Miitopia, Scarlet Sword, Splatoon 3. Kijk, Scup. Dat zijn dus de vier Nintendo titels die ze hebben geannounced. Oké, Mario Golf. Mm-hmm. Het is sowieso niet echt een heel spannende serie. Het is een leuke minigame, maar je moet het geen hele game maken. Het is een leuke minigame, maar je moet het niet zo uitmelken. Miitopia, top game. Zeker een aanrader voor de mensen die het nog niet hebben gespeeld, maar het is geen nieuwe game. Skyward Sword. Oh, je besef het. Heb jij die Final Splatfest dingen meegekregen van Splatoon 2? Nee. Want het thema was dus chaos tegen orde. Maar dat kan. En ja, chaos won. En ik zie nu net dat de hele wereld een puinhoop is, dus vandaar. Oh, nice. Ja, net zoals Splatoon 1, dan moest je ook kiezen. Was het van Kelly of Molly? En toen werd één vermist of zo. Nou, dan heb je de Skyward Sword. Dat is ook zwaarmatig voor de verjaardag van Zelda. Ze hadden gewoon Wind Waker, Twilight Princess HD. Die hebben ze allebei nog liggen van de Wii U. Had die er ook bij gegooid? Had je een 3D All-Stars? Wat de keuzes die hier gemaakt zijn niet. Dan had je een 3D All-Stars. Niet Nintendo, huur mij. Nintendo, huur mij. Deze man heeft goede ideeën. Platoon 3. Ja, prima. Ziet er ook wel vet uit, alleen... Had het een half jaar later geannounced. Ja, maar wat ik totaal niet snap, Splatoon 3, hoe dan? De hele wereld ligt in puin. Mike, nice. Ja, dat vind ik wel zeer nice. Vind ik wel een pochmomentje. Maar waarom Splatoon 3? Ik snap het niet. Ik volg het oprecht niet. Splatoon 3 ziet er wel prima uit. En ook de hele... Het ziet er wel best wel mooi uit, maar... Ja. En ook de hele setting ziet er wel vet uit, alleen... Ik dacht, ze gaan het nog doen met Splatoon 2 voor de rest van de Switch en leven, man.
Ja, klopt. De licentie was vernieuwd of zo van Phantom Hourglass en Wind Waker. Dus I mean, maybe. Ja, maar waarom zeiden ze dat dan niet hier? Ja. Maar überhaupt. Waarom? Ik kan niet snappen. Als die Splatoon 3 design is gewoon, alles is gewoon een bende. Als je die drie games bij elkaar zou doen, dan zouden ze... als je ze zou verkopen voor €60, zouden die drie HD games allemaal €20 zijn. Dat zou best redelijk zijn. Oh ja. En dat zou best redelijk zijn. En als je er dan nog de Nintendo 64 titels bij had gegooid, dat zou niet heel veel moeite zijn waarschijnlijk. Die games zijn een paar MB. Dat was toch helemaal de prijs waard. Ja. Als je dan gewoon je Nintendo 64 emulator gebruikt, die je hebt gebruikt bij de 3D All-Stars van Mario, heb je al een emulator, joh. Ja, inderdaad. Je hoeft alleen maar even het bestandje erin te gooien, hatsa. En dan heb je toch weer €60 binnengehaakt van mij. Maar die krijg je mooi nu niet, Nintendo. Nee, ja, die blijven mooi in mijn portemonneetje. Want ik ga geen €60 uitgeven aan één. Ja, ik had echt gewacht dat mijn portemonnee gaat echt dood, maar... Nee, die blijft mooi dicht. En die Plants vs. Zombies misschien... Oh ja, dat is ook nog grappig. Plants vs. Zombies was leuk. Miitopia was leuk, maar niet voor mij. Ja. Dat is er voor de rest. Ja, Splatoon 3 is wel leuk, alleen... Ik vind het nog vet, maar... Kunnen nog weinig mee. Weet je nog hoe lang we daarop moeten wachten? 2022. Komt de Switch nog niet in het einde van zijn levenscyclus bijna? Nee, ze wilden het 10 jaar supporten. Ja, ze wilden echt 8, 6, 9 jaar of zo nog doorgaan. Man. Ja, dat zit nog wel goed. De Switch released in 2017, dan hebben we nog tot 2027. Jemig. Ja, maar ze gaan waarschijnlijk ook nieuwe versies en zo maken. Ja. Ze gaan sowieso nieuwe versies maken, want er werd aan hun gevraagd van, gaan jullie deze direct ook Switch Pro aankondigen? Nee, nu nog niet. Nu nog niet, ja wanneer wel? Op zich, als de Switch Pro heel veel toevoegt, ik ben er wel voor in. Als ze die drift even weghalen. Ja, maar dat is ook echt een probleem, joh. Als die drift weg is, dan tik ik zo €400 af. Ja, wordt gezegd van dat ze een Switch Pro aanmaken zijn. Ja, dat zijn ze ook zeker aan het doen. Want dat deden ze met de... Deden ze met de Wii, deden ze met de 3DS, deden ze met de... Ja, alleszins de Wii. Dit is ook met de DSi, met de DS ook, allemaal andere versies. Maar de 3DS ging zo helemaal op wild. Ja. En bij de Switch hebben ze nu ook al de Switch Lite, dus ja, volgende logische stap. Ja, maar... De Nintendo Switch XL. Oh, ik ben echt teleurgesteld. Oh. Besef. Ook met de DS, ja, klopt. Ja. Ik zal er even Nintendo muziek aan zetten voor op de achtergrond. Even goede games opzetten. Yes. Zo. En als we Splatoon 3 gaan maken, dan moeten ze echt kappen met tijdslimieten te zetten op welke game modus je wil spelen. Ja, met dat iedere dag wisselt met welke velden ook. Oh. Dat hebben ze 2 keer fout gedaan. Is de Mario Run muziek. Wat mooi. Oké, boys. Maar Nintendo wordt nu echt zo'n... Oh, ik wil hier nog wat grappigs laten zien trouwens. Ik ben... Splatoon wordt echt zo'n FIFA ding nu. Ja, klopt. Yo, ik speel Splatoon 3. Serieus? Ik heb 2 nog. En heb je de OG's? Ja, ik moet heel even hier iets aanpassen hoor.
Want ik heb met Rickertje weer zitten overleggen. Of ja, een heel kort overleg. Maar we zijn wel lekker bezig met een nieuw dingetje. En deze keer gaan we meer aanpassen als alleen maar de textures. Ja, hij vond het wel leuk, toch? Ja, maar nu bij het tweede ding gaan we wat meer aanpassen als alleen maar de textures. Oeh. Zie je de stream? Ja. Zie je wat ik aan het doen ben? Ja, Mario 64. Ik zit letterlijk in de game en ik kan dingen toevoegen en weghalen. Of wat? Oeh. Hier wacht. Ik ga de game even laden. Des me mee. Ik ga gewoon even de game opstarten. En dan ga je al zien wat ik heb aangepast. Ja, dat is goed. Dat ga je wel grappig vinden. Oké. We hebben hier de prachtige... Oh, wacht. Ik had de... frame limiter uitgezet. Zo, nu zie je weer 60 fps. Pas om 2000. Yo. Ander lijkt die. Boeien. Dear Mario, Oké, kijk hier maar naar. Dit is mooi. Ik zal nu even de limiter bij aanzetten. Zo. We hebben ook tijd gerekt bij die ene RPG, zegt Skuppen. Ja, bij die met pixel art. Oké. Kijk maar naar dit intro. Oké. Ja, je begint het nu al te zien. Of tenminste... bij mijn scherm dan, bij de stream is het een beetje delay. Ja. Wat? Ik klop hier niet. Ik heb het water veel te hoog gezet. Dit is toch mooi, joh. Let's go. Het is prachtig, echt waar. En ook gewoon het filmpje werkt nog gewoon. Hè. Ja, oh, maar we gaan ook gelijk zwemmen. Het filmpje werkt nog gewoon. Oh ja, die karakters gaan ook gewoon in een zwemanimatie. Ja. Mario zwemt terug. Hij zwemt gewoon tegen de muur aan. Wat mooi. Yoshi. We zijn gewoon onder water. Ja toch. Mario hasn't returned yet. Ja, hoe heb je dat water nou weer zo gedaan dan? Die heb ik aangepast. Ik heb hem gewoon omhoog gesleept. Ja, dat is wel easy editing dan. Ja. En het leuke is, in deze game zit een glitch dat... als je al op water bent gespand, dat je maar op de bodem staat, dan kun je gewoon rondlopen. maar zodra je springt, dan zwem je wel. Oh, echt? Maar dat is wel handig voor Rick, dan verdrinkt hij niet meteen. Nee, dat is wel fijn. Wat zei Rick nog meer dan? Ik heb die filmpjes nog niet even gezien. Oh, dat je vereerd voelde en... heel erg samengevat dat hij het gewoon heel leuk vond. Ah. Oh, Marcus Vlogs. Hey Mike, alles is flex, zegt hij. Waar zegt hij dat? Chat. Hey Marcus, hallo daar. Nog goede games uitgekomen. Een beetje matig. Er is een Mario Golf, er is een Miitopia, die is op zich wel prima, maar ja, die heb ik al gespeeld. Wat is er nou nog meer? Oh ja, Legend of Zelda. Het is waarschijnlijk wel goed, maar niet 60 euro goed. Ja, dit was wel echt... Ah, ik vind het echt jammer. En dan hadden ze ook nog Splatoon 3, maar die komt pas in 2022 uit. Laat het maar gewoon niet zien, weet je. Maar Marcus, we kunnen trouwens wel met jou in de call, als je dat wil. Ik geef Mario Odyssey 2 denk ik op. Ik denk niet dat überhaupt nog gaat gebeuren. Het kan wel gebeuren. Ja, alleen...
als er al iets gezegd wordt, denk ik. En de direct was weer eens een teleurstelling. Ja, ja. Oh ja, ik heb de konijnen bovenop het kasteel gezet. Want ik wil hier iets plaatsen waarmee je bovenop het kasteel kan. Dat, ja, dat hoort eigenlijk pas helemaal aan het einde van de game te kunnen. Oh, Mike, jongen. Want ik heb hier ook... Mike, pas gewoon die hele game aan, jongen. Ik heb hier ook dit blokje wat normaal gesproken over dit ding heen staat. Dat je moet breken met Wario, heb ik ook weggehaald. Kun je hier al in? Nee, ik kunt hier nog niet in, wat sad. Ik heb dit blokje gewoon aan de kant geschoven. Maar Marcus, we kunnen al in de kal als je wil. Als je ook gezellig bij bent. Ja, ik moet echt, ik ga met 5 minuten hoor. Ja, dat is goed. Het wordt laat, ik moet over 8 uur opstaan. Dus... Heerlijk. 2 ports, Mario Golf en Splatoon 3. Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het, ja. En dan tegen zombies is ook nog wel geinig. Oh ja, Miitopia, Garden Warfare en dat gekke, hoe heet het? Ja, die Animal Crossing update. Oh, ja, en trouwens, wat ik ook nog heb voor texture packs, is Mario Kart Double Dash. Oh echt? Ja, zeker. Oh. Ja, wacht even hoor. Is dat waarschijnlijk hier wel ergens bij? Is deze? Ja! Nou, omdat Rick natuurlijk een PlayStation 4 controller gebruikt om zijn game te emuleren, heb ik hier gewoon alle game controllers aangepast naar PS4 controllers. En de knop. Oh, ja. Font, zijn dat alle teksten? Ja, ik heb alle teksten al veranderd, van de menus en zo. Naar Nederlands, ga naar titelscherm. Pedo Park. Wat? 2 spelers. Oh, oh. Kijk, je gewoon heel de game in het Nederlands, joh. Oh, mooi. Startspel. Mooie tekstjes. Zeker, zeker. Dit zijn heel wat tekstjes die ik moest doen. Scherm, cup of kop, wat stond dit? Disco Spikkel Cup ook. Oh, mijn god, nee. Nee! Serpent Circuit. Wat mooi. Ik heb de game nog niet gedownload trouwens, om het uit te testen. Maar dit moet ik zeker nog downloaden. Zal ik dat nu downloaden? Ja, prima. Op zich. Dan gewoon even uittesten. Gewoon opstream de eerste indruk ervan. Ja, dat is ik heb naast de tekst nog niks gedownload trouwens. Er is nog niks aangepast. Naast de tekst en de controllers, maar oh, zeg. Ach, is iets. Is iets. Maar die tekst was ook al heel wat hoor. Er zit heel veel tekst in die game. Ja, dat kan Nintendo niet zeggen dat ze iets hebben geleverd. Ik heb gewoon meer geleverd als Nintendo. Ik vond het echt een stink direct, sorry. Oh, gaan we lekker langzaam downloaden, jongen. Dat is wel irritant aan deze website. Downloaden traag. Is hier een illegaal ding? Direct was bad. Wellicht. De direct was bad. Ja. Yeah. Ja, yeah, that's right. Ik weet niet of dat is of niet. Ieder. Kenneth Bravo is volgens mij Engels. Not my boy. By the way, Kenneth, we're talking Dutch, so... Sorry if you don't understand it. But I can react in English if you react. Zo, toch weer het Engelse praatje gedaan. Goed zo, jongen. Ja. Oh, we krijgen een demmetje van Scup op Insta. Wat zegt hij allemaal? Oeh. Oei, oei, oei. Wat vond jij van de Direct? Ik vond het best sick, maar je kan echt merken dat Nintendo een Japans bedrijf is. Ja, dat was zeker waar. Je zag heel veel Japanse shit. Ja, Mario Kart, ga je nou echt 16 minuten doen hierover? Oké, okay. We gaan ondertussen even video's kijken.
Ah, jongen, je mag gewoon niet bij hem bezig gaan. Ja. Zullen we eens even bij de reacties gaan kijken van die Nintendo Direct? Gewoon onder de normale reacties. I feel so relieved. Oké, deze man zegt... Ik ben opgelucht dat ze toegeven dat Breath of the Wild 2 bestaat. Nu kan ik slapen. Ik zie jullie allemaal in jullie. Maar ik vond het wel sad toen die guy van Zelda kwam en gewoon zei... Hey jongens, grappig feitje. Ik ga jullie niks Zelda vertellen over Zelda 2 vandaag. Dat is wel gewoon hoe die het bracht. We ook gewoon in één keer, yo, Splatoon 3, let's go. Yes. Volgende week is Pokémon's 25ste verjaardag. Dan moeten ze wel iets doen, toch? Ja, dan gaan we. Ik heb ze al geconfirmed dat ze nieuws gaan gooien volgende week. Waarschijnlijk gooien ze gewoon op het Pokémon kanaal. Pokémon heeft ook een eigen YouTube kanaal. Waarschijnlijk gooien ze daar gewoon op. Ja, oh ja, dat doen ze ook wel eens. Jazeker. Of course. Nou, maar boy. Vroeg iemand om Splatoon 3? Nee. Yo. Even kijken, de Discord. Eens even kijken of Marcus nog online is in Discord. Marcus! Yes! Prachtig. Yo! Kun je call? Komt er een Pokémon Direct volgende week? Ze hebben niet specifiek gezegd dat er een Direct komt, maar er komt wel nieuws volgende week. Oké, nou, dan hebben we al iets in ieder geval. Dat hebben ze wel geconfirmed. Ik had ook echt verwacht dat we Nintendo game na Nintendo game zouden krijgen de hele tijd. Maar ja. Ja, ik hoopte gewoon. Ja, ja, ze hadden ook die DLC voor Age of Calamity. Daniel Zelda Age of Calamity, maar... Het voegt volgens mij niet heel veel toe. Hoogstens een paar karakters en velden. Ja, die velden maken me niks uit, want er zijn er ook meer dan genoeg van. En karakters, ja. Je kunt al als de eindbaas spelen, dus wat heb je nog meer nodig? Ja, echt zo. Ja. Oh, dus als je het al kan, ja, boeien. Ja. Nou, jongen, ik vond het gezellig. Wel, zeker. Ik vond het niet gezellig, maar ja. Yo, ja, ik ga. Ja, yo. Wel rusten. Yo, ja, jij ja, ook zo. Hè? Ja, komt goed. Ik reed mijn Marcus in call. Ja. Nou, veel plezier nog. Komt goed. Boommans kun je nog in call trouwens. Boommans. Boommans. Ja, hoi. Yo. Yo, doei Mike. Yo. Moet dit gaan op het laatst? Ik zou het zieken niet erg vinden als ze de derde DLC voor Sword and Shield maken. Ik wel. Ik heb zware haat aan Sword and Shield DLC. Dat had gewoon bij de game in moeten zitten. In mijn opinion. Nou ja, beetje matig dit Nintendo, beetje matig. Oh, het staat ook gewoon meteen al op een YouTube-kanaal, jongen, vet. Ja, kan, moet wel een beetje zacht praten. Oh ja, is goed. Je zit in die Nintendo server. Kan ik daar in de algemene spraak al gaan? Zo. Ik zit in de algemene spraak al bij de Nintendo server. Oh shit, ze hebben ook gewoon de banner van de Nintendo Direct gedaan. Wat vet. Dat doen ze wel eens mooi. Fuck als Bowser's Fury. Is van €50 of zo, toch? Ja, deze ga ik halen. €89 op bol. Jongens, Frans. Hallo. Yo. Ja, wat vonden we hier nou van? Ja. Zwaarmatig is dit. Ik had toch stiekem wel iets meer voor. Nee, ik hou het niet eens stiekem, ik heb het allemaal opgeschreven. Ja, maar ik wist al dat ze
Ze doen altijd wel iets minder dan dat je zou verwachten, maar... En soms doen ze ook volledig iets uit het mix extra. Ja. Deze ja. keer was een pure teleurstelling. Ja, dit is gewoon huilen. Zoals jij het al zei. Ja. Dit is gewoon huilen. Ja. Maar ik vind het wel altijd leuk om erover te zeiken. Ja, zeker. Ja. Maar wat niet huilen is, wacht, is Rick live? Wacht even. Als Rick live is, gaan we gewoon Rick kijken in stream. Rick. Rick is live ja, met Mario 3D World. Rick. Rick, let's go. Maak mijn dag beter. Oh nee, geen ja. reclame. Ik wil geen reclame in mijn stream afspelen. Ja. Speel maar af. Okay. Ja, mijn adblocker werkt niet meer op Twitch. Ja, mijn adblocker ook niet. Deze week. Ja. En dan? Heel raar. Hoe pak je die groene hier dan? Is het mooi? Oh, toch wel. Oké. Ik zit gewoon Rick te kijken in de stream, wat mooi. Dion Graus. Dion Graus heeft zijn vrouw... Ik zeg even... Titel veranderen voor de mensen die geen Twitch-account hebben. Yo Gamers. Yo Gamers. Graus heeft vaak nogal ruzie met Fleur Agema, die ook zeg maar bij de PVV hoort. En er zijn dus zeg maar foto's van Dion Graus met zijn vrouw. Foto's van Dion Graus en zijn vrouw. Wat is dit nou, Rick? In de Tweede Kamer, op de stoel van Geert Wilders en Fleur Agema. Op de stoel van Geert Wilders? Ongehoord. Deze man heeft zulke mooie gesprekken. Ja. Nou, het verhaal bleek wel, het bleek niet helemaal vrijwillig te zijn vanuit haar kant, geloof ik. Of in ieder geval achteraf was ze er niet heel tevreden over. Is het rape? Op zijn eigen kantoor, gewoon zakelijk. Ja, waarom speelt hij niet boven? Er waren foto's in ieder geval dat je kon zien dat hij om 2 uur 's morgens in de... Oh, die had hij volgens mij al gespeeld. Je denkt, ja, wat zijn dat ik weet dat hij vanochtend ook ergens... Of vanmiddag om 5 uur of zo ging hij dit ook spelen. De naam hoor ik heel vaak vallen, maar ik heb even het gezicht er niet bij. Seks op het werk. Wie is er niet groot mee geworden? Nice, Rick. Wie is er niet groot mee geworden? Maar hij was de streak laatst wel verloren, toch? Ja. Shit. Ja. Hij heeft 3 dagen van het jaar nog niet gestreamd. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat de gaming dinsdag altijd op een woensdag is. Eens een bal fixen. Ja. Smijt het toch? Kom dan! En wat al helemaal mooi was... pak het heel even bij. Ik ken iemand wiens kind is verwekt op werk. Wacht, is dit een game van zijn ding? Oké. Van gaming games. Hoe kom je daar zo bij? Het is tijd om te ik dacht dat die zei dat hij een andere game voor hebt. Hij speelt dit op dit moment. Dat oprecht kind of diep. Ja. Het is gaming dinsdag. Je relaxed als je er geen tijd voor hebt. Ja, dan dat zal het wel, ja. Hij is toevallig mijn manager. Hij schept er graag over op, want dat hij verwekt is dat door zijn ouders op het werk? Hij schept op ook dat hij is verwekt op het werk. Wat een man. Nee, op zijn YouTube-story zegt hij dat hij Last of Us ging spelen. Mijn geheugen is erg slecht, ik kan niet echt goed... Dan heeft hij dat al uitgespeeld. Denk ik. Fleur Agema is een mix van Gordon en Stefan van StukTV. Ah, dan zie ik hem meteen voor me, dank je. Dat is een kind even verwekt op werk. Ik zoek even een link. Werken bij de Mac is helemaal niet triest. Lijkt me hartstikke leuk werk eigenlijk. Ik gok dat ze wel erg druk bezig zijn met dat je een beetje productief bent op je werk. DLC Pokémon Game Sport and Shield wel iets beter hebben gemaakt dan dat werken. Dat vooral de groep mensen gewoon heel leuk is. Ja. Vooral van de collega's. Ik vond de hele Kingdom Fight Dreamwork, toch? Niet echt chill bij Pokémon, maar met dat Crown Tundra vond ik het wel... Nou, ze hadden die Crown Tundra zo gewoon bij de game moeten doen vanaf het begin. En die Dynamax Adventures heb ik ook wel een tijdje gedaan, was ook wel leuk. Ja, dat had er gewoon bij moeten zitten, want het was al 20 euro duurder als een normale Pokémon game eerder. Ja, dat is... Kijk, dit hier, dit is Pog. Wat ik nu laat zien op de stream. Goed, echt, dit is echt pure Pog. Dit is pure Pog. Jullie beseffen nog niet goed... Super Serpent Sunshine. Yes. Ja. Ik dacht, dit is mooi, dit moet ik even opnemen. Ik wil wel hentai kijken. Zo mooi. Hij zei toen van, ja, iemand heeft texture pack gemaakt. Ja, hij deed helemaal blij, hè. Hij vond het echt helemaal leuk.
Oh, hij voelde zich echt vereerd. Ja, hij was echt helemaal blij. Dat is zo mooi. Hij was helemaal vereerd en blij. Ik woon in net 3 dagen, echt, je kon letterlijk zo door de hele... En zou ik de hele tijd Mike design dachten, Do you want to create a file for this game in the memory card in slot A? Denk het. Zelfs dat heeft hij aangepast, ik ben zo benieuwd wat hij allemaal zit te doen, joh. Maar had hij de game uitgespeeld gisteren? Nee, toch? Nee, hij kwam tot wereld 2 of zo en toen zei de chat van, ga een andere game spelen, want Sunshine heb je al te vaak gespeeld. Ja, dat is zeker waar. Je doet je ook helemaal blij over die S. Char washing off that M van Mario, maar nu is het een S van Chapman. Heel cool. Ik ben zo blij over hem, dat is zo mooi. Saai? Ik vind het echt wel vet om te zien. Dit is wel, ik heb nog nooit eerder gezien dat iemand wil gewoon dat je dag saai is. Ja, het was wel die S. Ja, het kwam gewoon echt uit het niks, hè. Ik was gewoon casual op de stream aan het kijken. Hoor ik ineens Rick? Ja, jongens, we gaan straks die Sunshine spelen. Ja. Iedereen, huh? Ja, gaan we dat straks spelen, ja? Oké, Rick, dan gaan we dat doen. Wat ik wel interessanter vond, Simon met zijn video's leuk, maar ben eventjes gestopt met... De chat was gewoon aan het hypen voor me, joh, ik ben helemaal niet meer nodig. Ja, ik kreeg allemaal Mikey's aan. Ja, klopt. Ja, het moest echt een half uur lang moet je het regelen. Het was echt gewoon. Het was echt gewoon een half uur simpel mij, ja. gebeurt niet vaak. Ik wil in de brug van de basisscholen weer. Een bepaalde crypto gaan kopen, want die echt omhoog gaat, dan weet je dat je dat. Kijk, dit is gewoon de strat om iedere YouTuber in te palmen. Een texture pack van Mario Sunshine maken en dan de hele chat overnemen. Zoals volgende slachtoffer wordt Link tijgen. Ja. Ook gewoon met Mario Sunshine. Uiteindelijk moet je even het promootje gooien. Of course. Maar kijk, het mooie is, groot aan het begin staat Mike Design presenteert. Hoe was jullie dan? Ja. Deze game. Er staat zelfs nog 1 seconde YouTube / Mike Design, maar dat staat er heel kort. Dus dat merkt niemand op. Voor het echt. Super Serpent Sunshine. Wat mooi. Hoe lang ben ik eigenlijk al live? Even kijken. Over 5 minuten, 2 uur. Nou, dat vind ik het wel mooi geweest. Die game is al aan het downloaden, maar ik vind het wel mooi geweest eigenlijk. Ik ga de download annuleren, dat doe ik morgen wel. Ik ga lekker, als de 2 uur is aangetikt, lekker stoppen. Ja. Ja, het is wel goed geweest met die direct. Ja. Nintendo, wat doe je nou? Ja. Teleurstellend weer dit. Ik krijg nu wel gelijk weer high hopes voor de aankondiging van Pokémon. Ja, die gaat in 5 minuten het al overtreffen. En daar gaat het al. Was de aankondiging van Pokémon Snap alweer 1 jaar geleden? Even kijken. Pokémon Snap. Pokémon Snap Official Reveal Trailer was 8 maanden terug. Jezus, was het zo lang terug? Tijd gaat echt snel. Dat voelt echt als... Ik weet niet hoe lang, maar geen 8 maanden. Ja, dat was wel even een hype momentje. Jazeker. Maar die Pokémon trailer die gaat het sowieso in 5 minuten overtreffen, want dat zijn dingen die daadwerkelijk binnenkort uit gaan komen. En van Pokémon zelf, en niet van partners. Pika! Maar ik word echt lijp als een nieuwe Pokémon game gaan aankondigen. Van de franchise. Het kan. Alleen... Ja, het is mogelijk. Meestal maken ze eerst de anime af, toch? Van die regio. En de anime is nog niet voorbij. Volgens mij loopt die meestal wel achter, toch? Die anime. Wel geen...
Ja, ik kijk de anime niet. Ik ben gestopt toen bij Sun and Moon. toen dacht ik, wat is dit voor bullshit? Dus dit nou hier dan? Ja. Koopa's Road a cappella, wat is dit dan? Oh, nice. Deze man maakt gewoon met allemaal sound effects van zichzelf. Bowser's Road. Oh ja, die kan ik kennen. Wat mooi. Ja. Dit moet gewoon gewaardeerd worden. Ja, hij is wel een legend. Dit is gewoon deze man als hij mee nu eet op het deuntje. Nice. Nog 2 minuutjes. Wat sick. Ja, wat is nou het goede wat uit deze direct is gekomen? Ja. Die Animal Crossing update is leuk voor even. Splatoon 3 is wel grappig, alleen dat duurt nog lang. Miitopia, sure leuk, alleen niet voor mij, want ik heb de game al. Mario Golf, gast. Maak dat een minigame en niet meer. Doe er geen hele game overheen met een story mode. De story mode. Ik wil zien wat die story mode is van Mario Golf. Ja, maar zoiets was ook met Aces, toch? Ja, maar met tennis kun je net weer wat meer als met golf. Ja. Het is toch weer net wat spannender. Het is ook geen 60 euro waard, maar het is... Ik kan het eerder vergeten. Ja. Ik denk dat ik Miitopia dan het eerste zou kopen van alle games. En die zou ik ook het meeste aanraden, ja. Maar ja, om die game dan nog een keer te gaan spelen, ja. Ja. Het is ook echt een hele lange game. Ja? Ja. Wacht even. Miitopia... Time to 100%. 63 uur, 64 uur bijna om het te 100%. Dat is wel lang, ja. Ik luister nog steeds zo naar een guy die mee nu heet op Bowser's Road. Hij doet ook gewoon meerdere liedjes, joh. Ja, hij doet ook van Undertale en zo. Wat mooi. Oh, de 2 uur is aangetikt. Dap. Weet je wat, ik doe dit als... eindtune. Gewoon bij het... ja. Wat mooi. Ba-da-ba-ba-ba. Wat prachtig. Zo. Nou chat, dan wens ik nog een hele fijne avond. En geniet hier maar van. En doe jij nog wat op je Twitch dan? Huh? En jij nog wat met je kanaal dan? Of ik nog iets met mijn kanaal heb? Of je nog upload? Oh. Of nog shit heb gepland? Nee, ik ben nu op stream. Wil ik Bowser's Fury proberen uit te spelen. Nice, nice. Ja, verder heb ik nog wel wat video-ideeën. Oeh. Nice. Ja, ik probeer een beetje Bowser's Fury streamen te vermijden, want dan word ik sowieso helemaal ondergespoild. Ja, dat is zo. Dus ook toen Rick live ging met Bowser's Fury, toen zei ik, ja helaas Rick, maar dit is waar onze wegen moeten scheiden. Ja. Helaas. Kinderkaas. Ja, ik had... ik heb het niet kunnen vermijden, die spoilers. Voordat ik begon te spelen. Oké. Zie je toch weer wel dat van die video's van Secret Ghost. Ja. Ze doen echt hun best om het je te
spoiler voor je. Ik denk toch van, ik kan wel een klein beetje kijken en nieuwsgierig. Het enige wat ik heb gezien is het titelscherm, maar voor de rest niks. Ja, en de trailer. Oh, dat is... Dan heb je het nog goed gedaan. Zeker. Ja, ik probeer het nog een beetje te vermijden. Wat doet deze man allemaal? Wat mooi. Ja, die kan je luisteren ik al een paar jaar geleden. Deze man. The Mad Lad. Super Mario World Overworld Team. Yo, gast. Het is wel kunst. Wat een man. Pam pam padada pam. Het is wel met liefde gemaakt. Ja. Dan ga ik straks ook even lekker uit de Discord call en lekker een videootje editen waarschijnlijk. Oh. Yes. Nice. Yes. Misschien nog even Rickse live kijken. Oh, nee, hij speelt Bowser Fury. Oh. Nee, hij speelt... Greedo World. Ja, klopt. Dat is nog wel te doen. Die game heb ik al te vaak gezien. Ja. Maar ja, na zoveel jaar, dat vermijd je het ook niet meer. Nou, desnoods zet je gewoon alleen het geluid aan dat... Oh ja, dat kan ook nog. Bij de 3D World ken ik alle baas al. En al die shit. Ja? Ja, natuurlijk. Ik heb die game al wel gezien. Alleen bij Bowser Fury nog niet. Ik heb het ook nog niet gespeeld, alleen wel gezien. Oh, ja, ik heb ook wel van die video's gezien. Dat je aan het einde die Meowser... Ja, Meowser. Die zichzelf... Kloont of zo. Ja, met de double cherries. Ja. Wat een man. Wat doet deze man? Zie me gewoon lachen daaronder, wat een man. Hij heeft het naar zijn zin. Hij weet wat hij aan het doen is. Hij geniet gewoon van zijn eigen kunst. Is het ook?